Voor het publiek, dat staat hier. There's a war on for your mind. Ja. En uh, hij was wel de eerste die dit zag. Wat je nu ziet is dat. Uh, 25 jaar geleden. Ja, hij is visionair. visionair. Mm. Hoe ver uh, was jij toen? Ik, was, uh, ik heb een paar jaar daarna aangehaakt. Mm. Dus, Met uh, jouw prachtige uh, Zeblog. Uh, ja, zijn broeder uh. Zeblog. Oh, zijn broeder. Ja. 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 Dus uh, wat hij zag, is uh, de echte oorlog wordt in je mind gevoerd, in je, in je hersenen. Ja. En dat is wat Bernays eigenlijk ook al wilde. Ja. ja, en dat is nu ja. heel goed gelukt. Maar daarvoor hadden we natuurlijk al religies, en daarvoor hadden we. Dus dit is niet nieuw. Ja, ik denk daar dus anders over. Ik ben een. een, een ik vind heel veel rust in, in mijn katholieke geloof. Maar, ja. 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 Maar we komen het zo meteen nog even tegen. Ik zou het een saai opnoemen. Ja. Uh, niet. Per se, omdat het dat ook echt is, maar het heeft wel alle kenmerken ervan. We kunnen hier doorheen. Wat de bedoeling is hiervan, wat mij betreft, ik heb een soort framework gemaakt. Mm -hmm. Omdat ik vind dit echt het belangrijkste onderwerp wat er op dit moment is. Voor ons geluk, voor ons collectieve ja. geluk, is het nodig dat we hier iets uh, mee doen. En uh, dat heb ik een beetje gestructureerd opgezet. En dat wou ik dan doornemen, zodat we allemaal begrijpen. Dat is leuk. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Dus ja, het gaat over de, die Fifth Generation Warfare en uh, hoe ver jij daar nu mee bent. Of hoe ver die überhaupt zelf is en wat ons te wachten staat. Die is heel ver. Ja. Ik uh, zit al die NAVO-documentjes te lezen. Ik zit al die IDF-documentjes te lezen. Kijk, het IDF heeft sinds zeven... Israëlische, Israëlische Defense, Defense Force. Force ja, de ja, anderen het noemen het dan het IOF, het ja. Israëlische Offense Force. Oh. Daar is alweer die oorlog waar we tegenover elkaar worden gezet. Mm -hmm. um, wat zij nu hebben gedaan, zij zijn het, het narratiefcontrole, hebben ze verloren. Ja, ja. Dus die zijn een enorme systeem aan het optuigen om ons weer te kunnen mind controlen. De NAVO doet dat, uh, op TikTok, je ziet het overal. Het is heel groot, het is overal. En die technologie die is nu heel uh, krachtig geworden. Dus vandaar, ik heb het op een rijtje gezet, dat andere mensen daarop kunnen aanhaken. Ja, nou steek van wal, joh. Dus uh, wat, wat we zeiden, er is een war on for your mind. Wat ja. je moet realiseren is dat uh, alle grote intelligence services, de veiligheidsdiensten, maar ook, uh, ook uh, regeringen, die zien ons, ons, onze mind als het battlefield. Wat ze aan het doen zijn, ze zijn onze cognitie aan het herprogrammeren. Dus de manier waarop je informatie verwerkt tot acties en tot gevoelens, dat zijn ze aan het beïnvloeden. zodanig dat ze hun narratief kunnen opdwingen. Sterker nog, wat ze ook letterlijk zeggen, dit is een NAVO document. The brain will be the battlefield of the 21st century. Ja, daar wordt veel aan gerefereerd, dat citaat zie je veel. Ja, maar moet je even over nadenken. Ja. Dus zij hebben dus een manier gevonden. om de manier waarop jij denkt, voelt. acties onderneemt op basis van je waarneemt. je cognitie, om dat te beïnvloeden. Dat is ontzettend indringend. En de uh, field of action is global. En de aim is to seize control of the human being. Zij willen dus jouw mind controlen. Mm. Dat klinkt groot, maar we zullen zien dat dat wel degelijk kan. En ze willen jou inzetten als een wapen. Jij bent een wapen tegen jouw andersdenkende ja. vrienden. Ja. Moet je je voorstellen. Nou, als je nu eventjes kijkt naar wat ons is overkomen... is aangedaan uh, tijdens de coronacrisis. Die, uh, die hele crisis was natuurlijk een uh, gedragsmodificatieprogramma. Dat weten we zonder enige twijfel weten we dat nu. Er werden ook in Nederland alleen al... Werden er, uh, honderden uh, gedragsexperts, uh, psychologen, uh, neurowetenschappers... werden in zijn denktank geplaatst ja. om, uh, om narratieven te bedenken... om nou, wij zijn uit elkaar gespeeld. En wat er is gebeurd, is de mensen die er gevoelig voor waren, in dit geval... Hè, want laten we ook even duidelijk stellen dat iedereen is er gevoelig voor is. En toevallig waren wij, laten we onszelf even wappies noemen... waren wij in dit geval niet gevoelig, maar de andere helft van Nederland wel. Maar in een ander onderwerp kan het omgedraaid zijn. Maar wij ja. zijn tegen elkaar uitgespeeld. Precies. Dus die onrust die jij voelde en die jij hebt opgepakt met, met jouw nieuwe bedrijf, is het een bedrijf? Ja, het is een BV'tje. Ja. Ja, zeker. En wat ik heb gedaan, die onrust die is reëel. Die hebben we allemaal. Ja. Ik zie het ook om me heen. Die is niet uit niets gekomen, die ja. is ons aangedaan. Nou, hoe is dat gebeurd? Dat is wat uh, de meesten nu noemen Fifth Generation Warfare. Maar wat ik zou willen noemen een saai-op, psychologische operatie. En dan kunnen we heel ver terug in de geschiedenis gaan. Maar laten we hem inderdaad oppikken. Daar op dat moment van Edward Bernays. Yeah. Edward Bernays was de neef van Sigmund Freud. Mm -hmm. En Sigmund Freud, die heeft naar de menselijke geest gekeken, de psyche. Die heeft daar bepaalde dingen uit gedestilleerd, bepaalde theorieën heeft hij opgesteld. En uh, er, was, er is nog steeds heel veel uh, kritiek op. En het is natuurlijk allemaal niet uh, testbaar, het is niet wetenschappelijk wellicht. Mm. Maar het is wel de krachtigste theorie in de geschiedenis gebleken eigenlijk. Want die Edward Bernays heeft daar een heeft de wereld daarmee veranderd. En dat noemden zij destijds propaganda. Mm -hmm. We noemen het nu PR. Maar laten we dat allemaal psyops noemen. Ja. Want dat is wat het eigenlijk is. Ja. En dan krijgt, wordt het, valt het plaatje ook samen. Het leger ziet het als warfare. Maar het is hetzelfde als die propaganda... of die PR of reclame maken. Mm. Dat is allemaal op hetzelfde gebaseerd. En waarom heet dat die fifth generation warfare? Uh, kennelijk, uh, daar kan je elke indeling van maken die je wilt. Ja. Maar er zijn dus uh, vier generaties eerder geweest... Ik pak alleen even de laatste eruit. De vierde generatie warfare, dat was niet, maar die, die proxy-armies die we nog steeds zien, zoals ISIS, Al-Qaeda, mm -hmm. de Mujahedin die destijds, dat was voor het eerst dat ik het zag. Wij denken in onze geschiedenis, en dat is natuurlijk ook al een saai op, die geschiedenisversie die wij krijgen. In onze geschiedenis wordt verteld dat de Sovjet-Unie destijds Afghanistan binnenviel. Maar waarschijnlijker is dat de CIA heeft daar die Mujahideen opgeleid, mm. geradicaliseerd, ja. van wapens voorzien ja, in Pakistan. Dat, 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 dat soort dingen staat allemaal in mijn uh, permafrost. Exact. Ja, de CIA was er eerst en lokte in feite de Russen Afghanistan in. Exact. Ja. Dus, uh, dat, nou, dus hier zien we al, die, onze geschiedenisversie is al een saai op. Ik meen ons... dat Brzezinski dat later toegegeven heeft. Brzezinski heeft dat in een interview heeft hij dat, uh, verteld. Mm -hmm. En, uh, maar die proxy armies, dus uh, de terroristenlegers, die dan toevallig jouwzelfde geostrategische geostrate doelen nastreven, dat, dat, is, uh, dat is vierde generatie warfare en de asymmetrische warfare, dus uh, grote legers tegen ongeorganiseerde legers. Mm -hmm. En die fifth generation warfare, dat is dan die uh, psy-ops, dat is warfare zonder kinetische wapens. Okay. Een kinetische wapen is een kogel, is een bom, is een raket. Iets uh, wat, wat jouw pijn doet en verwondt. En die Fifth generation warfare die is dus met psychologische wapens, cyber warfare. Uh, Amerikaanse leger noemt dat uh, full spectrum dominance. Ja. Yeah. Fifth generation warfare, Cognitive reprogramming. Dat is die fifth... Maar wat het eigenlijk is. Ziet het is... in die alternatieve media? Zie je het toch wel breed? Hè? Ook in die Amerikaanse die grotere stations zie je toch dat, dat heel breed dus ik heb, vorige keer heb ik bijvoorbeeld dat de, de Amerikanen bijvoorbeeld de Carlson en ook Redacted en zo die gaan in één keer tegen China tekeer heeft al wel weer langere je zag het al wel, wel langere tijd maar de laatste tijd ook weer communist China en zo de Communist Party er is en het, iets het is aan de hand van, daar het is zo erg uh, saai op dus uh, de, ik pak dat soort thema's op aan de Waanzinbar... om dat ook te behandelen en dat het op heel veel dingen dus een aantal dossiers Schieten ze allemaal raak, Rusland, niet intrappen. Uh, corona, niet intrappen. En dan, dan in één keer, ja. boem, gaan ze in één keer... De, en wa, wat is dat? Ik vind het verdacht. Ja. Ik zie bijvoorbeeld ja. in dit geval ook die Alex Jones heel erg de schuld van alles bij Iran leggen. Dat is toch raar? Ja, dat is heel raar. Mm -hmm. Maar we moeten, even, we moeten er eigenlijk even boven komen. Ja, oké. Okay. Dus uh, waar we nu zijn aangeland, is uh, normaal gesproken hè, werden de oorlogen gevoerd ter land, ter zee, in de lucht. Yeah. Daar kwam toen space bij. Yeah. Daar kwam cyber mm -hmm. bij. Die Russen hebben laatst het uh, hele telco van de Oekraïne platgelegd. Dus uh, hacking, laten we het zo van noemen. Maar waar we het nu specifiek over hebben, en in dit geval ook, dat is cognitie. Dat is je mind, je brein. Yeah. Dat is de nieuwe battle space. En hoe doen ze dat? En die Edward Bernays, die zei al dat als jij het mechanisme en de motieven van de groupmind begrijpt, dan moet het mogelijk zijn om die te beïnvloeden zonder dat ze dat merken. Mm. Dat is een citaat van Edward Bernays op propaganda. Mm. Dus hoe kan je massa's beïnvloeden zonder dat ze dat zelf merken? En het is heel belangrijk. Wij denken als wappies allemaal dat we heel wakker zijn en niet te foppen zijn. Dat is niet waar. Mm. Het feit dat wij, kijk, jij zit er prachtig gekleed bij met een bepaalde uitstraling. Je zit hier in een in mijn barretje. In je barretje, maar het is, ja. natuurlijk het is niet functioneel. Nee. Dat heb je ergens, heb jij meegekregen, dat dit is jouw uitstraling die jij wil hebben. Dit is een positie die jij wil innemen, in, begrijp je? Ja, ja. Dat is ons aangepraat. Ja, ja maar jij wil jij de fitboy boy uitstralen. Exact, exact. dus ja? ik zit hier ja. met een kort shirtje, ja. ik zit af en toe zo'n beetje... Ja. Dus iedereen heeft, uh, in, in de theorie van Freud zijn dat je ID, je ego en je superego, maar iedereen is beïnvloedbaar. Ja. Iedereen. Dus uh, laten we meteen nu al vaststellen. dat als wij een beetje neerbuigen doen over die geprogrammeerden. Ja. dat is niet terecht. Nee. Want wij zijn waarschijnlijk op andere gebieden net zo geprogrammeerd. Dus de betere reactie is om toch een klein beetje compassie mm -hmm. te hebben. Want zij zitten of in een andere fase. of ze zijn voor iets anders. Maar Edward Barnett die ontdekte dat. En hoe werkt dat? Dus als we dit gewoon even in structuur gaan brengen: um, dit is een conceptueel. Ik wil niet per se zeggen dat het nu al zo is geïmplementeerd, maar ik gaf ongeveer dezelfde lezing op de viruswaarheid wetenschapsdag. En daar zaten twee of drie hoogleraren zaten naast mij in het panel. Ik had die presentatie gegeven, ongeveer deze. En ik heb ze gevraagd: als je nou even mij niet spaart, als je dit verhaal aanhoort, is dit plausibel? Volledig, zeiden ze. Dus ik ga jullie een conceptueel verhaal vertellen: zoals het zou kunnen gaan werken. En misschien leren die NAVO Intelligence Service ook nog wel wat hiervan. Hè? Als ze het nog niet zo hebben ja. gebouwd, moeten ze het zo gaan ja, bouwen. Ja, ze kijken altijd mee. De NCTV kijkt weer mee. En die belt dan wel even een collega in Brussel. Ja. Reken maar dat, ze, dat dit weer aankomt. Ja, en, uh, ja nog wel. Eens ja, misschien was misschien leren ze nog dat nog ook online, of niet? Is die bij ook online gekomen? Ja, die is wel online gekomen. Ja, dan weten ze dat al. Dat weten ze al. Ja, ja. want ik heb die slides. Waar het om gaat, is jij wordt in een gemanipuleerde, in een narrated. Reality geplaatst, hm. jouw spiegelpaleis. Ik heb mijn eigen spiegelpaleis. Ja. Dus iedereen krijgt een net iets andere versie van de waarheid te zien. Bijvoorbeeld als we samen tv zitten te kijken, zien wij andere reclameborden daarachter. Dan wanneer jij op een andere zender tv zit te kijken. Die technologie is al heel wijd uitgerold. Hm. Hè? Dezelfde beelden, andere reclames, met tennis uh, virtual advertising. Ja. Bijvoorbeeld, als jij jouw telefoon oppakt, Krijg je natuurlijk een hele andere stream te zien dan ik? Op allerlei niveaus. Op groepsniveau, op landelijk niveau, op, maar ook individueel. Dus wij krijgen allemaal een net iets andere versie van de waarheid te zien. Hij dat is gewoon op algoritme, die doet dat toch? Dat waren altijd algoritmes, die waren bijvoorbeeld heel bekend. Is natuurlijk Max Techmark, dat is een MIT-wetenschapper. Die zei: uh, We hebben de eerste slag in de oorlog verloren. Dat was toen de algoritmes ons. Pakken namen van die social platforms, die hebben ons uit elkaar gespeeld. In dit geval omdat uh, engagement was veel groter en engagement, page views, geeft geld als we, als we ruzie krijgen online. Dus er zat misschien niet eens een boosaardige. Maar, dus de algoritmes, dat is een van de wapens. Maar je ziet het nu straks overal. En als wij straks in die 15 in die minute cities of die smart cities rondlopen. Dat is een platform voor dat soort manipulaties. Ja. Er zijn vliegvelden in de Verenigde Staten, die zien jouw gezicht en die tonen op de borden een voor jou gepersonaliseerd tijdschema. Ja. Dus je oh. moet je heel erg van bewust zijn, ja. zeker als je zo'n bril op gaat zetten, mm -hmm. als je oortjes gaat opdoen, ja. als je inderdaad letterlijk een filter voor je. Nou ja, die oortjes zie je wel steeds meer. Kijk, die, die virtual reality brillen. Dat zie ik niet. Die komen ik, er, ik er zit nu op, een beetje aan. Ik zit hier natuurlijk op het boerenplatteland en hier, hier hebben we dat niet. Jij ziet het wel, hè? Nou, het kan, het kan een reclamecampagne zijn die dan wordt uitgezaaid op TikTok. Uh, je ziet ze veel op TikTok. Hmm. Mensen in zo'n Tesla die zo over straat lopen met yeah. zo'n bril. Yeah. Uh, en Zitten ze dan iets te swipen of zo? Ja, dan doen ze iets voor zich, ja. Dus okay. hij ziet jouw gebaren. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar dit is dus heel letterlijk: hebben zij een augmented versie ja. van de realiteit mm -hmm. voor zich gekregen? Zij kijken dus niet meer naar dezelfde werkelijkheid als jij. Alleen dat al. Maar er, ze kijken wel door die bril naar buiten, ja. maar die bril projecteert er van alles ja, super, overheen. Ja, hoe zeg je dat? Superpositie, super. super, super uh, die, die projecteert het eroverheen. Ja. Ja. Dus zij zien een aangevulde werkelijkheid. Mm. Dus het is heel belangrijk te begrijpen. Van een telefoontje is nog wel te begrijpen. Je legt naast elkaar, jij hebt een andere stream dan mm -hmm. ik gebaseerd. Maar ook je Netflix-aanbevelingen. Ja. Jij krijgt andere aanbevelingen dan ik. En dat gaat steeds verder. Ja. Wij krijgen allemaal ons eigen spiegelpaleis. Ja. Dat is een heel belangrijk concept. Ik heb dat uh, zelf even bedacht, maar ik vind ongeveer. Nee, het, is, het is een oude term, hè? Peter Sloterdijk, filosof, Duitse filosoof, die kwam daarmee. in. 2000, spiegelpaleis? Of, ja, ja okay. kristalpaleis noemde hij okay. dat. Maar hij, hij beschreef het als een spiegelpaleis. Dus het is absoluut toepasbaar. Dit zou zomaar kunnen dat ja. ik dit dus als subliminaal ergens ja, heb opgepakt. Ja, ja, en klopt. Zo werkt ja. dat. Nou ja, ik heb, ik, ik ben in, toen ik 5, 26 was, hebben we, dus schreef ik ook op een weblog, net zoals jij uh, dat had. hebben we allemaal gedaan. En, hè? en uh, ik heb de, een hele e-mailconversatie met um, een Vlaamse, dat was Björn Roze, dat is een Vlaamse denker. Over de democratie als spiegelpaleis. En dit soort dingen, concepten. Het ja, was natuurlijk nog in de kinderschoenen. Maar dat idee van het spiegelpaleis alleen dik weer van Peter Slotenrijk. werkte ik al anderszins uit. Dus de term is alleszins okay. uh, heel erg gebruikelijk. En, uh, ja. Dus het plaatje wat wij hier voor ons zien. is dat uh, al die personen. zien een speciaal voor hun op maat gemaakte versie van de realiteit. Even nog los of daar een bedoeling achter zit. Hmm. En wat we zien, is dat al heel verwarrend als wij allemaal een andere realiteit zien is het heel verwarrend. Ja. Heb je in zekere zin heb je dat natuurlijk al, omdat iedereen zijn zintuigen anders interpreteert en samenvoegt anderen. Maar wat is nu de truc? Op dit moment is het gewoon helemaal mogelijk om die realiteit zodanig in te regelen dat het een soort psychologische operatie voor jou is geworden. Jij hebt kwetsbaarheden in jouw brein, in jouw persoonlijkheid, in jouw gedrag, die ze kunnen versterken of uitbuiten. Ja. Dus op dat moment kunnen ze jou gaan programmeren. Dat is waar we het nu over hebben. Ja. Dus dat spiegel, spiegelpaleis is niet zomaar willekeurig op maat gemaakt. Nee, nee. Ook niet zoals vroeger bij Bernays om jou meer te laten kopen. Het is op maat gemaakt om jou anders te gaan laten gedragen. Okay. Dat is een belangrijk concept. Dus er er, het is niet alleen maar meer een algoritme wat zich aanpast nee. aan jouw voorkeuren. Nee, het, is, het, gaat, het eerst leert het zich aanpassen aan jouw voorkeuren. En vervolgens leert het zich het heeft ook jou doel. zelf te manipuleren. Exact. Op basis van je zwakheden waar die achter komt. Exact, ja, ja. exact. En ja. iedereen heeft dat. Hoe weten we dat? Want we hebben natuurlijk heel veel. Uh, we hebben heel veel psychologische theorieën. We hebben die van Sigmund Freud, we hebben die van Carl Jung... We hebben die van Frankel, dat is een Oostenrijker die in ja. een kamp gezeten heeft. Ja. Cialdini is meer uit de PR en de. En de... We hebben allemaal die theorieën. Ja. En we hebben conformity experimenten gehad, maar ook. MK-ultra-programma, ja. dat waren die nazi eugenetica programmas die zijn naar de Verenigde Staten gehaald... en dan konden ze unlimited experimenteren met drugs, met, met allerlei op mensen. Wat van die schoktherapie? Alles, alles. Uiteraard. Dus we hebben, we hebben best een goed beeld gekregen door al die theorieën... wat onze kwetsbaarheden zijn van de mens. Voor mensen die denken dat zo'n Sigmund Freud-theorie zacht is... of niet reëel, nogmaals, daar heeft... Daar heeft dus iemand de hele wereld mee veranderd. Dus eigenlijk de meest krachtige theorie die ooit was, dat was Edward Bernays. Ja. Nou, op basis van die theorieën kan je allemaal kwetsbaarheden erkennen. Bijvoorbeeld, wij hebben vrijwel allemaal een uh, behoefte aan zingeving, maar ook aan boetedoening. Ja. Wij willen allemaal bij de groep horen. Wij hebben de neiging experts eerder te geloven dan niet-experts. We hebben de neiging onze omgeving eerder te geloven dan onze groep, dan buiten de groep. Uh, we hebben allemaal kwetsbaarheden. En die zijn evolutionair, denk ik. Hmm. Of in jouw geval door God geschapen. Maakt ook helemaal niks uit. Maar jij, jij hebt dus, ja toch? Ja, ja maakt wel uit, maar. Uh, ja. In dit geval, voor dit verhaal ja, nee. niet. Jij, jij en ik. Nee, je, wij je geeft zorg... er een oorsprong aan. Uh, ja, ja, wij, ja. Wij, wij, uh, wij zitten vol met kwetsbaarheden. Hmm. Dus die, 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 al die theorieën kan je dat destilleren, al die kwetsbaarheden kan je een lijstje van maken. En op basis van kwetsbaarheden kan je manipulaties bedenken. Bijvoorbeeld, als jij nou mensen allemaal op anderhalve meter gaat plaatsen, dan, je, dan verlies jij gevoel van zingeving. Hmm. Als jij nou mensen de hele tijd in verwarring gaat brengen, dan ga jij vragen om autoriteit. Als jij nou mensen in isolatie gaat, al die dingen, dus op basis van al die kwetsbaarheden, hmm. kan je manipulaties kan je gaan. Ja, ja. Nou, daarmee kan je een saai -OP programma optuigen. Hmm. Als we nou even alles plat slaan en propaganda ook een saai opnoemen, een psychologische operatie. Maar ook uh, martelingen en ondervraging, uh, desinformatiecampagnes, die Fifth Generation Warfare, mm -hmm. social engineering, maar ook uh, ideologische radicalisatie of religies. Als je dat nou gewoon, daar zitten natuurlijk allemaal diezelfde elementen in. Dat zijn manipulaties die ingrijpen op kwetsbaarheden in jouw psyche. En die kwetsbaarheden kan je ook nog aanwakkeren. Als jij controle hebt over dat mensen niet meer bij elkaar mogen komen... en dat ze niet meer hun opa en oma mogen... Dat ze... mm. of uh, op wat ze zien, op beperkte informatie die ze krijgen... dan kan jij dat dus aanwakkeren ook. Ja. Begrijp je? Ja. Dus dit is heel belangrijk. We hebben, we hebben ontdekt dat mensen hebben kwetsbaarheden. Op basis van die kwetsbaarheden kan je ze manipuleren. Kan je, nou ja, daar zit een, een triggerpuntje. En op basis daarvan kan je programma's optuigen. Voor goed en voor kwaad. Mm. Hoe zou dat dan werken? Om te beginnen... Hebben ze natuurlijk al onze privacy data. Zij weten wie wij zijn, hmm. zij weten onze gewoontes, ze weten waar wij zijn, ze weten wat wij doen, ze weten wat wij leuk vinden. Dus mensen die zeggen ik heb niets te verbergen, absoluut een domme opmerking. Je komt ze nog steeds tegen. Ja, ja, dat is. Want die gaan nu leren wat er met hun data gebeurt en hoe ingrijpend dat is. Dus we hebben net ontdekt: die kwetsbaarheden, daar kun je programma's mee opdagen. Hoe zou je dan zo'n programma draaien? Dat doe je in wat ik dan nu heb genoemd een ODA-loop. Uh, dat is Observe, Orient, Decide en Act. Dat is een feedback loop. Dat klinkt heel moeilijk, maar dat is niks moeilijks. Uh, feedback loops, meet- en regelkringen, die zijn overal. Thermostaatje in jouw ja, lichaam, precies. thermostaatje buiten. Ja. Ik kwam net hierheen uh, rijden in mijn auto en ik heb hem op de cruise control staan. Dus die cruise control die kijkt, uh, rijdt de auto precies op de snelheid die we moeten hebben? Ja. Rijdt hij te hard, moet ik wat minder gas geven? Rijdt hij veel te hard, moet ik misschien wel remmen? Rijdt hij te zacht, moet ik misschien wel gas geven? Staat hij continu bij te regelen. Mm. Kan iedereen begrijpen. Kijk, dat is het loopje. Ja, zit in ja. jouw lichaam. Zit in de natuur. Hè. Er lopen in een bos lopen heel veel herbivoren. Die vreten het hele bos kaal. Maar omdat er veel herbivoren zijn komen er ook. Is er veel voedsel voor carnivoren. Die vreten. Nou en dat, dat balanceert zo naar homeostase. Jouw lichaam is altijd. Dat zijn feedbackloopjes. Mm. Dus wij gaan die programma's organiseren in feedbackloops. En ik heb nu, omdat ik dat toepasselijk vond, die van de militairen genomen. Die noemen dat een OEDA loop. Oké. Okay. Die gaan jou observeren. Dat is niet moeilijk. Want mm. jouw auto, de camera's waar je doorheen loopt, dingetjes waar je... Alles Dat is niet moeilijk om te begrijpen nee. waar je bent, wat je doet, of wie jij leuk vindt. Dat is je privacy data. Dan gaan ze jou profileren. Orient. Dus we hebben observe, orient. Ze gaan jou profileren. Het is niet moeilijk om te weten wie jij bent. Mm. Zij kunnen al die data overal vinden. Jij bent online, je rijdt met je auto door lussen. Je rijdt... Zelfs als jij je telefoon niet meeneemt, je bent nooit online, weten ze nog precies wie jij bent, waar lussen jij bent. Lussen in het asfalt bedoel je. Lussen in het asfalt, uh, camera van buiten. Dus de, ja. hele, de hele stad die kijkt naar jou. Die hele sen sensor, volgefleurde. De, de grid is ja. helemaal volgestopt met, met dingen sensors. die jou ja. herkent. Mm. Dus daar is niet aan te ontsnappen, ze weten wie, ja. wie jij bent. Okay. Nou, daar gaan ze een profiel van maken. Ze gaan kijken, nou, wat zijn nou de karakteristieken van zijn persoonlijkheid. Vervolgens, als ze dat weten, dat stoppen ze natuurlijk in een grote cloud, hè? ergens een groot datacenter. En daar gaan ze misschien wel met mensen gaan ze daar naar kijken of misschien wel met AI. AI is natuurlijk voor de hand liggend. De big data oplossingen en AI. Die AI heeft al heel snel in de gaten, want waar is die, die moderne AI vooral heel goed in? Die generative large, de, de Golem AI... Generative Large Language Multimodal AI, die is vooral heel goed in het herkennen van patronen. Dus die heeft al heel snel in de gaten wat jouw. Okay, psychologische er komen patroos. geen mensen meer aan te pas. Nee, waarschijnlijk. Patronenherkenning. Ja, ja. Okay. Dan moeten ze gaan beslissen. Zit die man of vrouw op het narratief dat wij gewenst vinden? Mm -hmm. Laten we met rust. Mm -hmm. Zit die man of vrouw niet op het narratief wat wij gewenst Even vinden? Een beetje bijgestimuleerd worden. Dan moet hij een manipulatie krijgen. Ja. De AI die ziet de patronen. Die gaat beslissen welke manipulaties zijn er tot mijn beschikking. He, dus uh, heb jij elke dag een telefoon bij je en zit jij dat? Dan kunnen we daar iets doen. Heb je zo'n bril op? Helemaal mooi, dan kunnen we daar iets doen. Heb je zo'n implant van? De, helemaal mooi, kunnen we daar iets doen? Misschien is het wat subtieler, misschien. Maar je, voorstelbaar, zij weten wie je bent, ze weten waar je heen moet. En zij moeten gaan beslissen welke manipulatie. En dat hebben we natuurlijk in kaart gebracht met al die psychologische theorieën. Dan moeten ze gaan acten. Dus we hebben Observe, Orient, Decide, Act. En Act is met ja. welk wapen... Dus dat is dus de oeda loop de Observe, Orient, Decide, Act. Ja, dat ja. is die, die thermostaat ja. die de hele tijd naar jou staat te kijken. Ga ja. jij de goede kant op? Ben jij een braaf persoon? Ja. Zo niet, dan moet je worden bijgestuurd. Dus die bijsturing is dat laatste deel van die feedback-loop? Ja, en dan krijg je dus iets op je afgestuurd. Hmm. En wat krijg je dan op je afgestuurd? Dat is dus heel erg afhankelijk. Maar de wapens in deze oorlog, dus bijvoorbeeld fake science... Oké. Okay. Het fake science kan je natuurlijk een alternatieve realiteit opbouwen of de algoritmes hadden we ook al gezien die algoritmes die kunnen jou bijsturen als jij de hele dag bepaalde reacties op jouw, op jouw tweetjes krijgt ja. ja daar ben je gevoelig voor als je de hele dag een bepaald soort nieuws zit daar ben je gevoelig voor influencers, factcheckers, checkers want wij hebben de behoefte aan, uh, aan, uh, om bij de groep te horen. Ja. Als zij de indruk kunnen wekken met trollenlegers ja. en met influencers, dat dat het normale gedrag is, hebben wij heel sterk de neiging om dat dan ook maar te gaan doen. Ja. Je kent al die conformity-experimenten, wat mensen in de lift, hè? jij komt binnen de rest van de mensen staat met hun gezicht tegen de muur. Wat doen de meeste personen die binnenkomen? Ook met gezicht. Ja, die gaan met de... hun gezicht naar de muur staan. Ja. Dat is ontzettend diep in ons, dat is evolutionair. Op of een gedrag. God. Kopieergedrag, ja. trollenfarmen, ja. fake news, PR-campagnes. Trollenfarms, ze bestaan, dat, dat weten we. Ze zijn dat is, heel groot. Ze zijn groot. Maar het is net als met een vliegtuig met uh, van die chemtrail vliegtuigen. Waarvan je dan, en dan komt er een keer zo'n foto van hoe zo'n vliegtuig er van binnen uitziet. Ja, en dan binnen vijf minuten is dat dan weer gedebunked. Van ja, nee, dat is, uh, dat is helemaal niet zus en zo'n foto. Maar... Maken ze een foto van een trollenfarm? Ja, je weet gewoon. En, ja, het is We gewoon een kantoor als zijn dat de jongens en meisjes van, van het leger hè, die ons zitten trollen. Ja, ja. Waar, waar, zit, waar zit het kantoor? Waar zit de trollenfarm kantoor? Dat, maar bots, maar, noem het bots? Ja, bots. Je kan ook allemaal geautomatiseerd zijn. Want die bots zijn natuurlijk gewoon ook weer algoritmes. Dat is allemaal, daar zitten geen mensen meer achter. Maar een trollenfarm, dat zijn nog wel gepersonaliseerde accounts. Die reageren echt op iets. Die, en dat zijn dan duizenden mensen die ergens bij Defensie of op het ja, ja, ja zitten? In mijn beleving is het IDF de eerste geweest die dat heeft geïmplementeerd. Okay. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk de 77th Brigade van het Engelse leger. Ja. Bij ons is het, uh, ik ben even de naam vergeten, Wij hebben, die hebben allemaal trollenfarms. Ik vond het hilarisch dat jaren terug, werd dus echt toen, aan het begin van die anti-Putin campagne, ja. hè, dat is natuurlijk echt een psyop van je welste, werd daar direct een soort uh, trollenfarm in Petersburg, Zit-Petersburg, uh, gelokaliseerd door de westerse media? Werd ontmaskerd en er gingen dan journalisten op af, want daar zitten de trollen van Poetin. Die ons dan op Twitter. Uh, ja, denk ik van, ja, kan waar zijn. Er, maar er waren maar, er maar ook, we doen het zelf ook? Uh, ja, we doen het zelf ook. Maar het, dus de Russen kunnen het ook. Maar dat, dat het ministerie van Justitie werkelijk uh, vacatures uitschrijft voor, om beïnvloeding op social media, daaraan mee te werken, ja, dat werd dan niet als trollenfarm of trollengedrag gezien. Nou, belangrijk is om maar, nu te die begrijpen... Die vacatures gingen rond. Die zijn er. Ja. Maar belangrijk is om nu die in het grote plaatje te zetten. Okay. Wat, wat doen die jongens? Ja. Dat is een wapen in die lus om een bepaalde kwetsbaarheid van mm -hmm. jou te activeren. Kennelijk, als jij gevoelig bent voor een meerderheidsmening... en zij kunnen die, die indruk wekken op, met een heleboel trollen, dat dat de meerderheidsmening is... Mm -hmm. dan pakken ze jou op. Dus dit, zo past dat in het grotere geheel. Dat is een wapen, ja. in de fifth generation warfare. Ja. En we hebben het nu over informatiewapens, maar het gaat natuurlijk veel verder. Um, je zou kunnen denken, als je gaat complotdenken: waarom zit er fluoride in het water? Bij ons niet, Amerikanen wel. Dat, dat maakt jou dociel. Ja. Misschien is dat ook een wapen. Mm -hmm. Die chemtrails, als ze bestaan, ik ben nog niet van overtuigd, maar kan een wapen zijn. Ja. Veel Oké, okay, zijn... Dus daar ben je nog niet van overtuigd. Dat is een Misschien komt dat nog aan bod aan dus om het daarover te hebben. Maar... Ja, zeker. maar... Ja. Virussen, hm. SARS-CoV-2, dat, uh, dat schijnt jouw hippocampus te beïnvloeden. Er okay. zijn uh, best wel gereputeerde microbiologen die daarover praten. SARS-CoV-2, die spijkproteïnes, maar dus ook de vaccins, die maken jou ook uh, verward. Uh, die hippocampus is het deel van jouw brein dat zorgt voor het opbouwen van een coherent wereldbeeld en geheugenplaatje. En SARS-CoV-2 grijpt daarop in. Ja. Nou ja, de 5G-straling, de chemtrails, uh, biohacking, neuroimplanten zijn voor de hand liggend. Waarom, waarom wil iemand dat, een neuroimplant? Waarom zou in vredesnaam, waarom... Moet je weigeren. En op grote schaal ook nog. Ik bedoel, dat er een gek is die dat doet, omdat hij zichzelf beschouwt als onderdeel van een voor vooruitstrevend wetenschappelijk experiment. Oké, okay, maar... Kijk, je hebt hier en daar freaks in... natuurlijk die ja, vinden waarom? dat gewoon leuk, die willen ja. vooraan lopen. Ja. Uh, medische redenen. Ik ja. heb slecht werkend oog. Stel dat Elon Musk mij belooft, nou, ik doe zo'n plug in je hoofd... en je hebt de, het, het zicht van een Havik. Aantrekkelijk. Ja. Maar de prijs kan heel hoog zijn. Mm -hmm. Ik denk niet dat zo'n implant gaat werken, maar dat gaan we nu meemaken. Mm -hmm. Tegelijkertijd, ik kom natuurlijk uit de sportwereld... en uh, daar zie je heel veel anabolen gebruik. Mm. Maar ook wat oudere mannen die laag in het testosteron zitten... zijn bijna allemaal, uh, als ze er een beetje gespeerd uitzien, vooral Amerikaanse mannen... De TRT, het is als dus de Je ziet het plezier. aan zijn gezicht ja, hij al. Ja, je ziet het aan die plooien. Ja, ja. Die plooien is een ja. kenmerk van die TRT. Nou, dus Joe Rogan, die Huberman-podcast, Huberman, Kennedy. Die zijn allemaal... Ja, dat, dat, dat soort mensen zijn dus wel gevoelig voor het verbeteren van hun natuurlijke staat. Ja. Dus ik, ik heb er geen twijfel bij dat al die bionische... ...verbeteringen grote aftrek zullen vinden. Ja, okay. Ik denk dat dat okay, gewoon... Daar, ...dat gaat okay, gewoon gebeuren. Ja, als je echt onder het mes moet om zo'n plug in je kop te krijgen... Het ziet er wat... niet echt uh, lekker nee, uit daarom. hoor... ...als je hem ziet ja, zitten zo. Ja, ja daarom. Het is, ook, het is raar. Maar ja, dat, is, dat zal ook wel weer binnen twee jaar... ...zal het in iets, iets heel bizar onopmerkelijks zijn. Hè? Dat... Ik denk dat dat heel snel gaat. Ja. Net als die VR en die AR virtual reality... ...en ja. augmented reality. Ja. Dat, je, dat je straks doe je smorgens je lensje in... En je hebt je augmented reality er al... Zoals Arnold Schwarzenegger bij de Terminator. Ja, dan komt Geen idee, hij... oh, ja, dat is een nee. film en dan wordt iemand uit de toekomst teruggestuurd, een robot, om de toekomstig verzetsleider dan al mm, te vermoorden. Okay. Ja. Maar dat is heel grappig. Dan ja. komt hij in zo'n bal uit de toekomst. Ja. Dan komt Arnold Schwarzenegger, die ja. loopt daar die bar binnen en dan zie je zo die ja. augmented reality. Hij heeft kleding nodig, want hij komt als naakte robot komt hij daar binnen. Ja. En dan, uh, dan scant hij zo, uh, oh kijk, daar staat iemand met mijn... Uh, dan loopt hij er naartoe, zit je achter die tv, zat ik dan vroeger en dan zegt hij, uh, Die met ja, daar een daar die siemel daar de motor gaat. Als je het... synchroniseerde versie. Ik zit de verkeerde zender te kijken. <laughs> dat is maar goed. Ook met het reality. Ja, ja, niet... ja, ja. Grappig. Dit ja. erg ja. Maar um, om dit weer in het grote plaatje te brengen. Al die technologie, die heeft voordelen. Maar die kan er ook voor zorgen dat dat spiegelpapvleis van jou mm -hmm. wordt gemanipuleerd. Ja jij komt steeds verder van de realiteit af te staan. Dat op zichzelf is al onthemend. Zij kunnen dat ongemerkt voorzien van manipulaties die je misschien niet in de gaten hebt. Bijvoorbeeld Carl Jung heeft het over subliminale invloeden. Misschien kunnen ze op die oortjes of in die brillen beelden en geluiden plaatsen die jij misschien niet bewust merkt, maar die jou wel ja. programmeren. Ja, nou, ik heb ik heb dus um, begrepen dat het al veel verder gaat. Uh, dat er Beïnvloeding mogelijk is, zonder dat je dus uh, chips en zo in je brein hebt, dat je dingen hoort die alleen jij kan horen. Ja. Dat de boodschappen voor jou zijn, ook al heb je, heb je die niet. Hè, de, dus dat is echt dat er heel gericht signalen op jou worden afgestuurd, gestuurd, dat je, zonder dat je een implantaat hebt of iets dergelijks, echt een boodschap alleen voor jou. Dat je nou, het idee hebt dat je een stem in je hoofd hoort. Ja, deze dat dat technologie echt... ken ik. ik, ik toevallig ja. heb ik vroeger veel uh, audiotechnologie en uh, antigeluidalgoritmes uh, algoritmes gedaan. Ja. Je kan inderdaad heel gebundeld geluid op iemand afsturen. Belangrijker is om te begrijpen dat er steeds meer van dat soort technologie zal ja, komen. Ja, dat gaat ook heel ver. Ja, die gebruikt zal worden om dat spiegelpaleis van jou aan te passen zodanig ja. dat jij geprogrammeerd wordt. Er ja. is geen weerstand tegen te bieden, vooralsnog. Ja. Nou, als je nu even afstand neemt en je kijkt naar de wereld, hoe verwarrend dat is, wat er allemaal online gebeurt, wat er in je families gebeurt. Het is natuurlijk overduidelijk dat wij tegen elkaar worden uitgespeeld. Ja. En dat sommige mensen ook hele slimme mensen voor bepaalde dingen wel heel gevoelig zijn... waarvan jij denkt, hoe kan dat? En andere mensen, maar voor andere onderwerpen is het weer anders. Ja. Nou, dus het heeft er alle schijn van... dat deze fifth generation warfare nu al hele grote invloed op ons heeft... Ja. met al die wapens. Ja. Hoe ga je je hier tegen verdedigen? Ja. Dat moet een, een meervoudige aanpak zijn. Als jij in de basis cognitief wordt aangevallen, mm -hmm. moet je in de basis een cognitieve tool hebben om je ermee af te weren. Maar tegelijkertijd gebruiken ze daar onze privacy data voor. Dus daar kan je wat mee. Ja. Het is wel degelijk belangrijk dat je je privacy... Ik denk niet dat het kan, maar we zullen het wel moeten gaan blijven doen. Uh, we moeten wetgeving gaan krijgen. Uh, we moeten cognitieve tools krijgen. Nou, dus daarvoor heb ik dit uh, framework gemaakt. Ik hoop dat mensen daarnaar kijken. Iedereen die uh, verstand heeft van een deelgebied van het framework kan daar dan... Uh, zijn bijdrage aanleveren. Wat wij moeten doen, we moeten helemaal niks. Maar als mensheid is een op een missie gaan om hier de angel uit te halen, om ons hier tegen te wapenen. Want jij hebt vast de matrix gezien. Ja. Dat is eigenlijk niet zo heel ver weg. Moet je je voorstellen dat die programmering die werkt gewoon goed. Dat hebben wij gezien in de, in de, in de corona. Dat hebben we gezien met de Oekraïne. Dat hebben we gezien met, de, met de Hamas en de IDF. Dat hebben we gezien. Die programmering werkt heel erg goed. Daar kan je al misschien niet meer aan ontsnappen. Nou, de eerste mensen gaan al met het brilletje rondlopen. We zijn allemaal onrustig. We zijn allemaal een beetje ontheemd. Ik voel dat wel zo. Ik zie dat ook in mijn omgeving. Mensen zijn ook bang. We zijn allemaal bang. Want je krijgt de hele dag angstporno over je heen. Dat is een van de ja. trucjes trouwens: hè. atrocity propaganda. Ja, maar dat is ook een van de redenen waarom ik zeg: van uh, kijk, ik, ik kan wel logisch nadenken, rationeel analyseren wat er in Israël, Hamas, Palestijnse gebieden, et cetera, gebeurt. Net zoals in Oekraïne Rusland. Ook welke gevolgen dat voor ons kan hebben. Het opdrijven van de energieprijs, et cetera. Wil je, er, wil je echt. Uh, Jezelf in die rust of uit die mobilisatie houden. En uit die tunnelvisie en uit die angstporno houden. Dan moet je toch voor jezelf. Je, je moet je toch goed jezelf leren kennen. En besluiten van. Exact. Als ik hier niet emotioneel in betrokken wil worden. moet ik mijn betrokkenheid ook echt minimaliseren. Dus het kant kiezen. Steeds of voor Rusland, voor Oekraïne. Voor Israël, voor de Palestijnen. Kanten kiezen. Steeds maar meelaten laten slepen. Dat moet stoppen. Je ja. moet. Kijk, je. je Emotionele betrokkenheid, dus echt je binding met een conflict is eigenlijk al je moet wat afstand nemen. En ik, ik zeg dat heel vaak: van joh, ik heb in Groningen heb ik al ik heb mijn compassie met de aardbevingen, want ik, ik leid er zelf ook aan. Mijn, mijn huis gaat kapot. Ik weet wat voor impact het heeft op mensen die, uh, waarvan de huizen echt nog veel verder uh, kapot gaan. Dat is mijn, dat is mijn eerste leefcirkel. En eigenlijk is dat Groningen dossier vind ik eigenlijk al veel te groot. Mijn eerste compassie is met mijn kinderen, met ja. mijn vrouw. Familie, mijn buren. En heel veel verder moet emotionele compassie uit niet gaan. Nou, daar heb ik, straks wel, uh, heb ik straks wel iets moois nog voor je. Maar wat jij zegt, hè? angst is waarschijnlijk het belangrijkste. Wat gebeurt er namelijk als je heel erg bang bent, dan wil je ontsnappen? Hmm. Jij hebt dan straks dat brilletje, van, brilletje van, uh, van Apple of van Mark Zuckerberg op je hoofd, die kunnen jou perfect laten ontsnappen. Ja, ja. Jij doet die oortjes erbij, je hebt nog mm -hmm. meer ontsnapping. Misschien krijgt dat ding nog wel geurtjes. weet jij veel, misschien wordt het wel een hele helm. Je kan perfect ontsnappen en je hebt die angst niet meer. Ja. Dan hebben ze het te pakken. Mm -hmm. Moet je je voorstellen. Heerlijke wereld, waarom zou je daar nog uit willen? Ik weet het niet. Want kijk, dat is al heel lang bekend dat mensen die dus. Uh, uit de tijd van tv kijken, toen tv kijken nog heel bekend was. Zei, toen hoorde je ook al mensen zeggen, ja, maar dan kan ik even lekker ontspannen na het werk, biertje erbij, het heeft niet zoveel te betekenen. Ik zet even zo'n showtje aan, ik luister even, en, maar ik luister er ook weer eigenlijk niet naar. Terwijl bekend is uit onderzoek dat, dat die tv, die zuigt je aandacht en je energie zo op, dat je in een mobilisatiemodus komt die veel meer energie wel. en focus van je vraagt dan wanneer je dat ding uit, uit doet... en een normaal gesprek hebt met diegene die ook in je huis leeft. Uiteindelijk wel, maar tegelijkertijd zien we hoe, vers, hoe verslavend het is. Verslaafd het is. Exact, ik heb, heb zo'n klein mannetje bij mij dat thuis zitten. Dat zegt alles zitten. al. Ja. Ja, maar dan, straks zit ja. jij in een immersive ja. spiegelpaleis... Ja. Maar, moet je opletten. maar dat is een mobilisatie van, van in, in kwadraat. Dus de, de, het feit dat je met die. dat geeft je helemaal geen rust. Dat is fake rust. Net, hè? Mensen die een joint roken of extreem veel schermtijd. ja, maar ik kan me er zo lekker bij ontspannen. Nee, fuck it. Dat is niet waar. Nee, het is ook niet waar. Maar tegelijkertijd zie je dat het wel. iedereen zit met het dat ding. Nep -rust. Het, het is neprust. Het is neprust. Ja. Nee, maar de, om het verhaal af te maken. Jij bent aan het ontsnappen. Ze zijn daar buiten gigantische. Zou je aan het creëren? Jij wil daaruit. Mm -hmm. Jij bent er nu uit. Ja, waarom zou je er nog uit willen? Mm -hmm. waarom, waarom zou je niet je, gewoon, je lichaam in opslag doen? Bij een sure store wordt yeah. aangeplukt. Ja, yeah, exact. En yeah. laat mij maar in die virtuele yeah. wereld. Dan heb je toch de Matrix? Dat is het. Dat is het. Misschien ja. ontkomen we daar al mm -hmm. niet aan. Als we ons daarheen kunnen programmeren. Yeah. Dat is eventueel yeah. even, even overdreven, maar ja. hey, om, om, om een context yeah. te zetten. Yeah. Wat jij verder zei, is natuurlijk de uitweg. Om te beginnen, denk ik dat het wapen. Zichzelf uiteindelijk onschadelijk zou maken. Ja. En het wapen is die gigantische machine die ons aan het programmeren is. Het is een piramidespel wat uiteindelijk in elkaar dondert. Maar, ja, maar ten koste van wat? Nou, ten koste van wat? wat, gaan de, wat gaat, uh, misschien krijgen we wel een gigantische oorlog daardoor. Ja. Of misschien uh, krijgen we wel de grootste spirituele, mentale Breakdown. gezondheidscrisis ja, meltdown, over, ja. op aarde. Ja. Maar uiteindelijk zal het wapen zich onschadelijk gaan maken. Waarom? Als je nou gaat realiseren dat alles wat je ziet nep kan zijn. Al was het maar een filmpje wat we met z'n allen op tv zitten te kijken, Dat kan een deepfake zijn. Mm. Heb je nu al op Twitter? De helft, de helft is al vol, volslagen onduidelijk of het waar is of niet. Of ja. misschien is het wel een andere gebeurtenis geweest, met een ander tekstje onder. Of een vertaling die. Als nou alles wat je ziet fake kan zijn, wat ga je dan doen? Wat is jouw reactie dan? Ja, je ziet dat uh, je, wij je wordt te naar alles. Dat is toch vermoeiend? Op een gegeven moment ga je, je daarvoor afsluiten. Ja, ik vind scepticisme vind een hele gezonde houding. Ja, maar. Maar dat afsluiten, dat is natuurlijk weer. Hè, dat, ja, goed. Maar dat is, dat is al heel oud. Hè, dat afsluiten. Voor mij valt atheïsme daar ook onder. Kan en dus. Dus uh, ja, dan bestaat God niet meer. Als, als mensen dit elkaar aandoen, dan bestaat, Dat is eigenlijk ook al een vroege vorm van ja? mentale afsluiting. Daar moet ik over ja. nadenken. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar wat gebeurt er in dit geval? Dan ga je toch weer bij elkaar zoeken. Wij kennen elkaar. Ja. Stel dat we elkaar heel goed kennen. Ja, dan, vertrouw goed, ja. ik, dan vertrouw ik eerder liever op jouw uh, ja. waarnemingen dan iets wat ik op tv zie. Ja. Want ik kan jou inschatten. Mm -hmm. Ik kan jou ondervragen. en We kunnen erover. Dan gaan we allemaal weer bij elkaar zitten. Ja. Dus uiteindelijk gaat okay. dit wapen zichzelf overbodig maken. Dat is interessant. Ja. Hoe zeg je dat? De collateral damage of dit van dit hele proces. De uitkomst is dat de mensen die het eigenlijk overleven. en qua wilskracht en levens. Kracht sterk genoeg zijn. en hè, de, bedoel, daar zit wel een heel groot verschil. Dus, je hebt zwakke mensen, en dat is denk ik het merendeel. Uh, nu zijn we waar we eigenlijk heen moeten. En, en dat, is, dat is natuurlijk een, een probleem, want dat gaat de collateral damage zijn. Die enorme mensen die collateral gaan zich afsluiten van alles. Dat, uh, de white trash in Amerika zijn, is ook een voorbeeld daarvan. Dat is, dat is, dat is geen gelukkig vooruitzicht. Nee, en nu zijn we waar we eigenlijk moeten zijn. Dus we krijgen nog een strijd te voeren, maar dat is geen. Geen oorlogachtige strijd, dat is geen verzet. Hmm. Hoe kunnen we ons verdedigen hiertegen? Dat is toch door onszelf er weer terug te vinden. Je hebt het over zwakkere mensen, vind ik een onhandig term. Ja, is niet neerbuigend bedoeld, maar. Dat... Want we zijn ja. allemaal ergens gevoelig voor. Ja. Ze hebben misschien Goed jou ook wel. Zegt, ja. ja, ze hebben ja. misschien jou ook wel ergens mee te pakken. En uh, misschien al die, die superwakkere die overal kent misschien hebben ze misschien. Laten we er even vanuit gaan, we allemaal. Ergens voor gevoelig zijn. Ja, ja. En er komt een moment dat zo'n AI ook jou doorheeft. Ja. En jou ook. Wat wij kunnen doen, denk ik, om hier uh, tegen te verdedigen, is. We moeten op een soort. Uh, ik vind het in dit geval vanwege het tijdsbeeld wel een, een grappige uh, woord. We moeten op een jihad. Want wat is een jihad? Een, innerlijke strijd. Een, exact. Ja. Nou, een innerlijke verbetering. Ja. Op zoek naar je beste zelf. De kleine jihad ja. in, de, in de islam is uh, de dagelijkse. Ja. We moeten naar. Hoe gaan we ons. Als nou alles in die wereld nep is. En die wereld die is zo onduidelijk. Ja. En, maar die wereld is alles wat je hebt. Ben je heel kwetsbaar? Ik weet, ik weet het niet. Vroeger hadden we kleine werelden. We, le we leefden in een kleinere wereld dan waar we nu in leven. Maar de mensen die, ook, die in die wereld leefden, kenden elkaar goed. Iedereen wist van elkaar toch wel één of meer zwakke punten, uh, Hield elkaar overeind. Zorg dat je niet valt. Uh, als uh, Mensen hadden ze meer zorg voor elkaar. Verbinding. Verbinding, ja. Verbinding, ja, dus maar ook... Het, het leven in kleinere werelden is beter dan het leven in één grote wereld... waarin uiteindelijk niemand nou, dat, elkaar meer kent. Dat kan, maar waar ik heen wil... is, we hebben ja, ja, hulpmiddelen nodig. Ja. Spirituele tools. Okay. Cognitieve tools. Ja. Leerprogramma's. Hm. Uh, Bewustzijn, Bewustmaking. We hebben hulpmiddelen nodig om ons staande te houden als alles om ons heen verwarrend wordt. En als wij het idee krijgen, en het eerste is natuurlijk een, uh, een band met je naasten, mm -hmm. een goede band met je naasten. Een andere is uh, als jij een goede innerlijke spiritualiteit hebt en de 3D-wereld is niet alles wat er voor jou is, dan heb je ook een soort anker daaraan. en yeah. dan kan je een soort afstand nemen. Yeah. Dus we hebben een heel, heel scala aan. Aan dingen nodig om dit ons onschadelijk te maken. En een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat je een soort innerlijke purpose vindt, een soort innerlijke ja. doel in je leven. En dat je elkaar daar ook in helpt. Dat je daarin helpt. Want het, het is ook heel moeilijk en heel zwaar om in je eentje jezelf sterk te maken. Dat het, de je andere, hebt, je de, hebt elkaar wel nodig. De andere, waar ik zelf Weet je, dit is niet per se waar ik verstand van heb. Ik weet niet of er mensen zijn die er überhaupt verstand van dit soort materie hebben. Maar wat ik me realiseerde laatst is dat happiness, dat is eigenlijk een groep emotie. Je kan, heel, volgens mij kan je niet in je eentje gelukkig zijn. Dat heeft. Oh, veel... dat weet ik niet. Ik ken mensen die tijdelijk. in je eentje gelukkig zijn. Ja, tijdelijk, natuurlijk. En mensen maar, die echt je van ja. Ja, maar je bent altijd in contact. Gezelschap. Ja, maar je hebt contact nodig, zeggen we net. Maar het is, geen, het is niet makkelijk om contact te hebben met ja. mensen die helemaal niet gelukkig zijn. Ja. Dat is helemaal niet gemakkelijk. Nee, we moeten met alles gelukkig ja, gaan ja. worden. Met z'n allen gelukkig ja. gaan ja. worden. Ja. Dus we moeten compassie gaan krijgen voor maar elkaar. is geluk moeten... voor jou een doel in zichzelf. Dat is, is al... een soort bijproduct van. Dat weet ik niet, joh. Ik heb dit soort discussies heel veel met met Maartje Dat Ken ik niet. En uh, vatse broeder. En, ah. en uh, die blijft een beetje op de achtergrond. Okay. En, uh, dat weet ik allemaal niet. Maar wat we wel moeten doen. is. Uh, we hebben middelen nodig. Een anker. Mm -hmm. Als wij in onbalans worden gebracht. door dit gigantische machine. Dit is, dit is gewoon een doemstijlmachine. Ja. Daar moeten we ja. ons te ja. tegen. Dit ja. is een doemstijlmachine. Ja, absoluut. Nee, letterlijk. Ja. Het is het belangrijkste onderwerp wat er is op dit ja. moment. Ja. Nou, dus wat, wat ik zou willen. is uh, dat mensen deze presentatie bekijken. Het is een framework. Mm -hmm. Dat ze. Begrijpen, oh hier kan ik wat aan bijdragen. En, nou, wie hebben we allemaal nodig? We hebben mensen nodig die dit begrijpen. Maar we hebben dus om te beginnen mensen nodig die, andere, die mooie materialen kunnen maken. Mm. om bewustwording te creëren. Okay. Die het verhaal goed kunnen vertellen. Ja. We hebben mensen nodig, coaches, die, die gaan mentale tools verzinnen. om ons overeind te houden als. bijvoorbeeld, ik heb er zelf ook een bedacht. Ik word een beetje moe van die coaches. Ja, ja die, ik, ik zit op LinkedIn. <laughs> ik ben zelf hier ook een coach eigenlijk. En uh, ik geloof op LinkedIn: 90% van de mensen is coach. Ja. We moeten onze eigen coaches zijn. Nou, nee, ik zeg wel eens te, spotten tegen Menno van. Uh, als je tegenwoordig een goed gesprek met een vriend uh, hebt. wat vroeger een, gewoon een goed gesprek onder vrienden was. Hè, even van nou, kop op en uh, weet je, even elkaar aanhoren. Dan uh, volgende week zie je zo iemand op LinkedIn zichzelf lifecoach noemen. of uh, zelfhulpcoach of zo. Jij, ja, nee, het was een fijn gesprek. En, uh, allemaal, ja, dat ben ik ja. wel met je eens. Maar, dat is, maar luister. Het is natuurlijk een, een uh, gevolg van de tijd waar we in zitten. Ja, maar je bent gemeenschap of niet. Als je op een gegeven moment alles weer gaat vereconomiseren En, en, en volgende week is vriendschap in een keer coaching. Ja, het, ja, 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 ik, ja. Vind dat, ik vind dat moeilijk. Ja, ja. Omdat het, het zo'n normale, menselijke manier om transcendent gedrag te vertonen. Dus t, onszelf te overstijgen met vriendschap. Anders dan hè, dat, dat immanentiseren en alles maar binnen, binnen vetten. Dat is, dat is gewoon zelfdestructie. En op het moment dat je eigenlijk dat, die, die, dat, die zelfoverstijging gaat, gaat vereconomiseren. Ter, terwijl het eigenlijk gewoon een basis die, dat, dat is je mens zijn. En, en ja, ga werken voor je geld. Maar eh, vroeger, van alle tijden, is dat je, transcendent gedrag, zelfoverstijging, is gewoon. Ja, dat moet je niet vereconomiseren. Dat is gewoon normaal. Ja, oké. Okay. Je, je trouwt, je plant je voort. Het je, ja. is allemaal zelfoverstijging. Ja. Ja, je, je, onderhoudt je vriendschappen. Uh, ja. Dus het woord coach triggerde jou nogal. Ja, ja, enorm. Ja, nou, en, uh, maar wat we er met Menno natuurlijk wel. Die, die zit vaak op jouw plek en dan gaan we, we gaan er lekker over los, over dat soort dingen. Nou, nou ja, ik word. ben het wel met je eens. Ik ben het met je eens. Maar in dit geval. Kijk, tuurlijk, ik had voor een, training, ik ik had een gewoon... ander woord moeten kiezen wat we die... nodig hebben, is ja. experts. Ja. Die begrijpen wat voor tools we kunnen maken, cognitieve tools, ja. leertools. Uh, om, om hier deze doensteenmachine te kunnen weerstaan. Ja. Ja. En ja. Om, uh, heel, uh, om een heel concreet voorbeeld te geven. Ik heb zelf zo'n cognitieve tool bedacht en weet je, misschien nogmaals uh, heb ik die helemaal niet bedacht, maar heb ik die ergens opgepikt en uh, niet meer uh, in de gaten gehad dat ik dat ergens had opgepikt. Maar wat gebeurde er nou 7 oktober? Even los van aan welke kant je staat en hoe jij... Uh, 7 oktober kwam dat Hamas, uh, was die uitbraak uit dat, uit dat kamp. En het eerste... Een kamp? Ja, want ja, er staat een muur omheen. Wat? Dus ik... Antisemitisme? Ik <laughs> zei, ja, er staat een muur omheen en ja. ze dus zitten er niet vrijwillig, dus maar goed. ja. Laten we, dit, laten we dit even ja, parkeren. Ja, ik, eh, ik ben niet vies van. Ja, je mag dat. Ja, ik ben niet vies van deze discussie, maar het, het leidt nu even af. Okay. Wat er gebeurde is, vooral in het Westen, kwam een enorme atrocity-propaganda. Die gigantische nadruk op die mm. veronderstelde wreedheden. En op een gegeven moment waren het zelfs uh, zwangere vrouwen die waren opengesneden en hun baby was voor hun hoofd uh, onthoofd. Zoiets. Ja. Dat soort propaganda. Dat ja. is een tool. Oké. Okay. Dat is een propaganda tool. Wat gebeurt er dan? Jou alles wat jij om je heen ziet, wat je leert, wat je meemaakt, jouw herinneringen worden door de hippocampus, voor zover we dat nu begrijpen, uh, ik weet niet hoe, hoe hard die wetenschap allemaal is. Een, allemaal een is, stukje he, hersenen toch? Een stukje hersenen, ja. De, de, het zeepaartje in je hersenen, wordt hmm. door je hippocampus wordt daar, worden daar in narratiefjes, zo praten hmm. die uh, neurowetenschappers, een netwerkje gebouwd. Hmm. Maar dat moet een sluitend verhaal zijn. Hmm. En uh, als er dus een nieuw stukje kennis komt. Wat niet past, kan er best vervorming optreden om er weer een sluitend verhaal van te maken. Als jij nou onder sterke emotie bent, je ziet dat, je voelt ja. die woede, enorme emotie, en je ziet dat beeld voor je. ziet dat beeld gaat je, je brein zelf eigenlijk al afmaken of voltooien wat, wat dat, dat beeld, ook, dat, wat dat ook, narratiefje bij jou naar binnen gooit. Maar evolutionair of vanuit God is, is het zo, omdat die emotie er was, is het kennelijk heel belangrijk voor je om dat te bewaren. En is die belangrijker dan de andere narratiefjes? Ja. ja. Wat die hippocampus doet, die gaat reconsolideren. Die trekt bestaande omringende narratieven, die geeft dat nieuwe, geeft het voorkeur en die gaat die omringende gaat aanpassen. Ja, yeah, okay. daarop. Ja, dan voltooien wat het. Ja, ja dus ja. als dit niet waar was, ja. is toch jouw wereldbeeld veranderd. Maar je weet het niet meer. Ja. Dus je bent dat gaan geloven. Dat is heel diep gekomen. Mm. Dat is heel moeilijk nog weg te krijgen. Dus als jij onder emotie informatie tot je neemt, dat is heel gevaarlijk. En Er kan heel veel vervorming van bestaande informatie in. Daar kan je je tegen wapenen. Als, je nou, als het jou nou lukt om een klein beetje afstand te houden. Je weet dat je nieuws gaat kijken. Je voelt die eerste impulsen van emotie. Dan moet je op dat moment even zeggen, weet je wat? Ik ga dit bewust labelen als informatie die ik later nog ga bekijken. Dus een mentale inbox. Dan hoeft het nog niet te worden, ge, worden geïncorporeerd in de bestaande. Begrijp je? Dat ja. is een mentaal trucje. Ja. Dus jij ziet dat, je bent boos. Hm. Als je dat nog hm. kan onderdrukken... Ja. Dan zeg je, oké, okay, oké, okay. ik ga er later naar kijken. En dan ja, als je ik, rustig bent... Ik, ik wil die emotie al niet. Nee, maar het is heel en, moeilijk als je daar nou, al bent, hè? Ja, nou, dat weet ik niet. Ik, ik wil dat, dat, maar dat is wat ik probeer toch ook bij mensen duidelijk te maken. Zodra je die emotie toelaat, ben je eigenlijk al heel ver. Je komt eigenlijk al in die ja, staat die men ja. van je verlangt, exact. die mobilisatiemodus. Dus je moet, je moet echt leren om dat soort propagandabeelden emotieloos ofwel gewoon al exact. te vermijden. Precies wat jij zegt. Wij moeten onze kinderen dat leren, ja. wij moeten elkaar dat leren. Ja. Je, hebt, je hebt van die cognitieve defensiemechanismen nodig. Hoe zeg je dat? Een cognitief afweersysteem moet je hebben tegen die exact, al die. Ja, exact dat is wat er nodig is. Nou, ja. ik heb hier niet heel veel verstand van. Sterker nog, ik heb dit met, met de Bing AI en met, ik heb dit, met al die AI's met elkaar laten praten. En die kwamen tot deze kost. Cost... Ja, echt ja, 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 kunstmatig. Ja ja, ja. Uh... ja, ja. Want ik, okay. ben, ik heb natuurlijk helemaal geen neuro Hoe doe je dat? Dat leer ik je wel een keer. Okay. Maar ik vind het een logisch verhaal. En als ik het zo een paar van die papers probeer ja, ja. te begrijpen, denk ik dat het zo werkt. Oh, uh, maar we hebben dus echt experts nodig, ja. die allemaal van dit soort tooling, ja. trucjes. en die gaan we onze kinderen leren, die gaan we elkaar leren. We gaan leren hoe het werkt. Dat is denk ik wat er nodig is. Ik heb deze dan even pauze genoemd, want daar is natuurlijk uh, uh, ChatGPT ook heel erg goed in. Verzin een acroniem, dat past bij. En hij kwam met de uh, perceive, allocate, understand, synthesize, en evaluate. Pauze, prachtig. Mijn eigen theorie. Geweldig. Ik ga een pepertje maken. Dus en uh, chat GPT heeft jou de theorie geleverd. Ja, ja. ja en uh, ik laat ze dan tegen elkaar. Uh, laat ik ze een beetje, vind je dit Ik laat ze met elkaar. Die sluit je al wel in elkaar gezet zelf. Die ik, ja, die heb ik zelf ook krijg Dit is overigens, uh, als je denkt, uh, ik zit de hele tijd te zeggen, ik heb hier geen verstand van. Ja. Um, deze meet- en regelkringen en dit soort architecturen opzetten is wel mijn werk. Dus ik, ja. Uh, ja. Nee, je, je bent, je bent uh, IT-architect. Ja, ja, dus, dus dat ik dat heb mag... hele grote operating systems. Ja. En, en mag u ook wel weten, dat Patrick is niet alleen maar sportcoach. Dus uh, van <laughs> opleiding van huis uit ben jij IT-architect. Ja, architect. Ja. Dus dit is wel het, Je het weet er echt heel veel van. Nou, Zo'n framework opzetten is mijn werk. Ja. Maar wat ik dus van, van luisteraars vraag en van anderen, wij hebben dus allemaal op verschillende plekken in dat framework, hebben we invulling nodig, concrete dingen. Anders gaan we eraan. Dat, dat is eigenlijk mijn verhaal. Dit is een doomsday machine, daar zijn we het gewoon over eens. Ja. Het lijkt onstopbaar. Uh, het is onmerkbaar, dat is het vervelende. Dus daarom was ik blij dat jij mij uitnodigde. En dan kunnen we misschien een collectief mentaal immuunsysteem gaan opbouwen ja. om dit onschadelijk te maken. Ja. Nou ja, voordat de katholieke kerk gekaapt werd door de, door de CIA en de globalisten, had ik gezegd: van, ja, word gewoon katholiek, dat is een prachtig mentaal immuunsysteem. Ik ben het daarmee maar eens. Dat, uh... Ik ben het daarmee eens. Uh, het probleem is. Het is heel lastig nu allemaal. Je kunt niet meer zeggen: dit is even de oplossing. Je nee. kunt van niks meer zeggen: nee. doe dit en het is uh, klaar. Nee, dus daarom, daarom zei ik, uh, dit, dit moet, uh, zij noemen dit full spectrum dominance. Wij moeten full spectrum immunity gaan ontwikkelen. Hmm. Dus het heeft regelgeving nodig, ja. het heeft technologie nodig, okay. het heeft uh, lesmaterialen nodig, het heeft spirituele toolings nodig. Het heeft, ja. Wij moeten ons op alle fronten ons gaan verdedigen. Hoe, hoe, wat geven ze een voorbeeld van wetgeving, mentaal, immunie, ja... Nou, wetgeving, wetgeving zou kunnen zijn betere privacywetgeving. Ja, ja, zo. Ja. Uh, maar dat ook. Is echt letterlijk wetgeving. Ja, maar ja, letterlijke wetgeving, mm -hmm. tuurlijk. We moeten op allerlei punten. Uh, maar ook het strafbaar maken van het toepassen van bepaalde. Ja, ja net zoals dat je in, de, in, die, uh, in die microbiologie. moet je dat gain-of-function onderzoek moet je gewoon strafbaar stellen. Dat mag om gewoon. Om te beginnen. Niet gebeuren. Dan gaat het nog steeds ja. wel gebeuren hoor. Ja. Maar dan hebben we niet ja. van middelen om ze aan Precies. te pakken. Ja. Als wij nou weten dat mensheid zo gevoelig is voor dingen. en daar niets tegen kan doen. Mm -hmm. Ja, dan dus. Aan de ene kant wetgeving, aan de andere kant allerlei soorten, op het ja, hele ja. spectrum moeten we dingen hebben. Uh -huh. En ik hoop dus dat mensen die daar verstand van hebben, dit gaan begrijpen. en op de juiste plekken hun aanvullingjes kunnen doen. Uh, want ik zie een heleboel van dit soort materialen voorbij komen. en misschien klink ik enigszins arrogant nu. maar die bevallen me nog niet. Of die mensen die dat doen komen uit een hele andere. Geef eens een voorbeeld wat je niet bevalt. Nou, de, 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 de melon, dat verhaal. Uh, maar ook, ja, ik, ga, ik, ga, ik, ik heb helemaal niets tegen die mensen, hè, maar de ja. smet ook. Die komt met dat. Ik ben even zijn term vergeten, massapsychose. Mm -hmm. Dat is net niet wat er aan de hand is. Nee, nee. Dat is net niet wat er aan de hand is. Alsof het aan onze het is kant. is allemaal werd. net niet, te klopt. Ja, ja dat, alsof het aan ja. onze kant gebeurt. Ja. En weet je, de... mm -hmm. nou, dus dat is een deel van de puzzel. Ja. Kijk, ik, ik kom en... vaak met Peter Slotrijk, die Duitse filosoof. Dat is een vijand van ons die zo goed doordacht heeft wat hij zegt. Dat we daar nog steeds, nu nog steeds, heel veel van kunnen leren. En dat heb ik liever dan medestanders van ons die het net niet. Goed. Eh, ja, zoals nogmaals, ik vind, ik vind het leuk, ik, ik heb de Smet ook een paar keer ontmoet, hè. Ja, ja. Dus het is net als ik best wel een egootje ook, een okay. mannetje, ik vind hem ja, ja. een prachtige ja, vent, goed. Ja. prachtige vent. maar in dit geval uh, net niet. Te snel tevreden geweest met zijn oplossing? Of? Ja, ja, denk ik, en die Malone vind ik ook, nou ja, daag me uit tot een, tot, een, uh, tot een beter systeem als je het niet ermee eens ja, bent. Ja. Wat ik volgens mij nu heb is een, uh, een framework waar het wel allemaal in past, okay. wat de samenhang brengt. Oké. Okay. Uh, als, euh, als euh, volledig onopgeleid persoon zeg ik dat. Mm. Wij moeten op een kwestie. De kleine jihad met z'n allen. Want um, dit soort geluk is gewoon collectief. Ik, moet daar, ik zit er ondertussen over na te denken wat jij zei. Hè? Ik, kan, ik, kan, ik kan natuurlijk perfect, vooral met sporten. Hè? Ik heb heel snel die sporthaai. En ik vind het heel jammer dat zo weinig mensen dat hebben. Jij kent het vast. Ja, zeker. Ja. Je kunt er zo aan verslaafd raken. Dat is heerlijk. Mm. En uh, dan ben ik optimaal gelukkig. Hè? Ja. En, uh, maar ja, al heel snel heb je natuurlijk het geluk ook buiten je nodig. Ja. In de zin van je hebt je vrienden nodig. Je hebt je... En ja, als die vrienden allemaal. Ik denk toch dat geluk een collectief ding is. Ja, zou goed kunnen. Ik ken, ja. ik ken veel sporters die dan stoppen met topsport. Onder om, andere om, om, een paar andere die vallen in een gat. Want hun hele wereld is 15 tot 20 jaar lang opgebouwd uit alleen maar medesporters. Ja. Die elkaar gek maken ja. en verder drijven tot nieuwe grenzen. En die enorme ja. highs. Ja. Ja, en, dan, en als je dan niet meer tot hun kring behoort, dan lig je er ook werkelijk uit, want je deelt niks meer met elkaar. En, en dan, dan is het wel heel lastig opnieuw gelukkig te worden. Of, of ja, kijk, geluk als bijproduct van een, van, een, van een ander proces. Dus je bent zo enorm tevreden geweest met die sporthuis. Uh, hoe heet dat ook alweer? Wat dat, dat hormoontje. Uh, serotonine of je endorfine. Niet, ja. Ja. Endorfine zal het zijn, maar ja, het is ook een beetje adrenaline, het is zo'n combinatie van dat is een, dat is een bijproduct, het is een product van, van andere bezigheden en hoe genereer je dat dan, of, ja... Nee, maar, zeg maar even daar. zonder dol, hè. Ja. Ik, hoor, ik heb vrienden die dan, uh, dan allemaal uh, pilletjes gebruiken. Echt? Maar ik, eh, ja, dat is heel, ja, de jeugd heeft natuurlijk ook een soort crisis. Ja. Als je weet hoeveel ja. die gebruiken, al die shit, jongen. Ja, 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 ja veel, threselijk, veel. Threselijk. Nee, maar is, ik, ik ervaar ja. het een probleem. Nee, maar ja. maar dat vind ik wel een mooie benadering dat je dat zegt, dat geluk toch een groepsgevoel is. Ja, je, je stapt in één keer uit een community van sporters, waar, waar eigen bizarre regels gelden. En dan in één keer zit je in een, in een niks. Ja, nee, maar dus, wij staan nu allemaal heel erg tegenover elkaar. Ik word verschrikkelijk aangepakt op Twitter vanwege mijn uh, uh, Israël-aanslag. Hamas-propaganda. Ja, propaganda, <laughs> ja. En, uh, maar tegelijkertijd waren ze allemaal heel blij met me toen ik voor ze opkwam. En dus ja. wat we moeten doen nu is: laten we heel even daarvan afstand nemen. Dat is heel erg moeilijk, want zeker, uh, zeker in dit laatste onderwerp wat ik noemde, hè, daar zit, dat, dat gaat heel erg diep. Dat is uh, zingeving diepachtig, begrijp je wat ik bedoel? Dat zit op dat niveau. Begrijp dat we allemaal onder deze invloed staan. Jij misschien op dat onderwerp net nog niet, maar er komt ook een onderwerp waar ze jou te pakken gaan ja. nemen. Nee, maar ieder mens heeft zwakheden. Er is geen mens wat vrij exact. is van zwakheden. Dat noemen we dan in de katholieke kerk een heilige. Maar dan nog, elke heilige heeft ook zijn zwakheden moeten overwinnen. Exact. Dus maar nee, dan... er zijn geen, er zijn, de, elk mens heeft gewoon één of meerdere zwakheden, kan vallen. Dus je dus... moet waakzaam zijn. Je kunt nooit tevreden zijn met jezelf. Nee, maar je moet dus ook compassie hebben met anderen. En ik vertel dit dus regelmatig nu in die lezingen die ik geef. Mm. En dan uh, is de volgende vraag: bijna altijd. Maar hoe kunnen we ze dan ervan overtuigen van ons, dat ze ongelijk hebben? Mm. Ja, hoe weet je überhaupt nog in zo'n omgeving, met zoveel saai-ops, wat überhaupt de waarheid ja, is? Ja, gaat helemaal voorbij. Wiens dus gelijk is dat ja, dan? Daarom, ja. Ja. En die mensen zitten, je kan ook niet meer met reden met ze nee. praten, want het is op een gelovig ja. niveau. En wie zegt dat jij, hoe weten we überhaupt nog wat de realiteit is? We hebben, we hebben prachtige discussies op uh, X, op Twitter, hè, van uh, de platte aarde en van uh, hologrammen. Leven we in een hologram? Zijn er chemtrails? Hoe weet je nou, in godsnaam nog wat echt, zou jij na alles wat je nu weet, nog durven stellen dat de geschiedenis die jij op school geleerd hebt, ik heb, altijd bepaalde, Dat die waar is? ik heb altijd bepaalde debatten weggesneden uit mijn, uit mijn directe belangstelling. Ik heb, uh, ik heb een paar dossiers waarin ik vrij cool kan, uh, de boel kan volgen en, en niet emotioneel uh, ja, erbij betrokken kan raken. Maar er zijn ook heel veel dossiers die ik, vanwege de, ook de veelheid aan dossiers waar je in bezig bent, kan je ook in beslag nemen. Dus je bent... Als christen kan ik bezig zijn met de schepping. Of het schepping of evolutie is. Of uh, atheïsme, God bestaat of God bestaat niet. Dus godsbewijzen. Of uh, je kan met de platte aarde aan de gang. Of met de maanlanding. Of met de dit en de dat. En je kunt elke dag wel in al die dossiers op Twitter. Kun je gewoon weer voor's en tegens. En, en ik heb dat gewoon. Dat wil ik niet. Ik wil daar niet mee bezig zijn. Nee. Kijk, voor mij is een boek schrijven zoals Permafrost. Waarin ik wel meerdere dossiers naast elkaar leg en behandel. En om me bepaald beeld te maken. Dat is gewoon ook een heel rationele bezigheid. Dat krijgt dan de weerslag in zo'n boek. Maar als ik dat nu nog zou doen, en dan zou ik me helemaal in beslag nemen. Want je kunt van s morgens tot s avonds, laat kun je allerlei kwesties, je kunt weer een paar millimeter terreinwinst boeken of verliezen op het in dat debat van schepping of evolutie. Je kunt weer, en het zijn onuitputtelijke dossiers allemaal. Maar uiteindelijk weet je, weet je het gewoon nee, niet. Dus je weet het echt gewoon niet. Dus je moet wel... Je moet wel. Jij hebt het voor jezelf plausibel gemaakt, ja, hè, wat je opschrijft. Ja, ja. Jij hebt, met Connecting the Dots heb jij daar een onderbouwing bij. Maar uiteindelijk, wat, wat, is, nou, wat is nou de werkelijkheid? Dat ja. weet je, dat of, weet voor je toch Voor mij niet moet meer. dat toch om het framework gaan. Dus de, wat is uiteindelijk gaat ten grondslag aan de. Wat is, wat is de werkelijkheid? Dat is voor mij een veel belangrijkere vraag dan. Gelijk krijgen in allerlei debatten en gaan als dus scheppingen tot. Even, maar even serieus, met, dus als anders. jij nou weet wat de werkelijkheid is, verandert dan iets. We zitten, nee, we ge... zitten toch in een in een realiteit die waar we ja, het mee. Het gaat om te... rust houden in je hoofd, goor, goor. niet meegaan of niet laten verleiden.